Circus de Kleine Wereld. Misschien heb je er nog nooit van gehoord en dat kan klopje, want de circusvoorstellingen moeten nog komen. Maar Joert Jerve de Meeroer van een van de organisatoren, Pieter Stellingwerf, welkom. Dank. Theaterregisseur en bedenker en uitvierder van ongewone gebeurtenissen. Klopt ik nog altijd? Ik dat, ja. Ja, ja. Wat is Circus de Kleine Wereld? Nou, het is een theatervoorstelling oer het circus. Dus een theatervoorstelling beeldend, muzikaal en mooi theater of circus acts in het theater. En het is een combinatie van professionele acteurs, muzikanten en mensen met een behinding die het mooi doggen. Mensen met een verstandelijke behinding? Ja, of verstandelijk of lichamelijk. Maar mensen wat wij van vinden dat ze een behinding hebben. Ja, maar het is dus net een echt circus. Maar al die gevaarlijke dingen, het is eigenlijk een theatervoorstelling. Nou, het is en-en. Het is een voorstelling oer het circus. Dus het is een theaterverhaal, maar daar ben ik circus echt in. En staat het nou liek het, wordt het ik in het circus tent spelen. En wat steert de Joert eigenlijk krijgt er gebeuren? Nou, er ben Joert workshop. Ze hebben verleden weekend workshop, Joen en ik, Joert hebben een workshop. Mensen met een behinding kunnen zich opjagen van een circus workshop. Er zijn mensen van het wintercircus die jouw die workshop. En nou ja, dan kun je zelf zien als ze het leuk vinden. En wij als organisatoren kunnen zien van, hey, zo zijn je uiteindelijk in die voorstelling passie. Ben dat een soort audities? Ja, we nemen net het woord de audities. Dus het is eigenlijk meer een soort eerste kennismaking, zeg maar. Wederzijds. En dan kun je zien van, hey, kun je wat malen koren? Kun je verder malen koren? Waarom hij in de verkeers- en omkrijgmeester mijn behinding je voor het vregen? Nou, dat ik ben nou zelf 12 mannen erbij. Dat is al in het Jette Stadium ontstaan. Bouke Wietsma en Henk Deijnen, maar die kamer kort zien. Daar wie een boek schreun over mensen met behinding. En toen zijn ze, heet zo hartstikke leuk geweest om hier een keer een voorstelling mee te doen. En toen kwamen ze op het idee, circus. Maar waarom? Waarom is het kreeg leuk om met deze mensen een voorstelling te doen? Nou, ik heb zelf in Jantje Zoon Jontig mijn verstandelijke handicap in de voorstelling spelen. Toen mocht het naar verstandelijke handicap niet helemaal ook. We zijn dat ik naar Amerika wist en zo. En het is gewoon heel, heel specifiek. Wij denken vaak van dat het hele oren mensen kan binnen, maar natuurlijk is dat net zo. En eigenlijk is dat het thema van deze voorstelling. Het gaat over tolerantie, het gaat over integratie en het gaat over malkoor, de wraadwijze, zeg maar. En dat zit heel erg in Circus de Kleine Wereld. Hè. Het verhaal is eigenlijk een circusdirecteur die aan achondroplasie heeft. Dus die heeft is Lilliputter, heeft een groeibeperking. Die heeft twee zwanen, een die wij normaal vinden, maar normale lengte. En ik een die Lilliputter is. En die circusdirecteur komt te overlijden en daar moet een opvolger komen. En de langste is de oudste, maar de jongste wordt uiteindelijk zijn opvolger, want die past in zijn kostuum. En die wordt de opvolger van Circus de Kleine Wereld. En eigenlijk is die verhaal compleet omdraaid. Elke een in Circus de Kleine Wereld het wat wij meestal met een beperking vinden. En elke een die wij normaal vinden, past eigenlijk net in die verhaal. Dus dat ben ik de mensen maar de rare baantjes. Hè? Ja. De mensen die wij normaal vinden, die moeten poep scheppen van olifanten en die moeten assisteren en die krijgen op hun kop. En, ja. Dus het is compleet omdraaid. En op zich is het wel goed om, zou ik naar de gehandicapte vrouw te zien. Hè? Want wij vinden dat altijd een liedje vrouw, denk ik, van wat een beetje bij uw vrouw die hebt, maar net helemaal. Maar misschien is de gedachte juist wel heel lief. En is uw vrouw gewoon heel lief als normale mensen dan tussen skrapjes. En moet uw visie gewoon eens wat breder. Ja. En daarom is het eigenlijk een complete voorstelling die mensen van allerlei pluimages is, maar makker wordt. Mooi zijn haast dat. En gaat die gearworking onderling goed? Thinks? Nou, ja, dat denk ik wel. We zitten nou natuurlijk nog in het voortraject. En toen ik zelf in die voorstelling spelen, dat is inmiddels 11 jaar lean of zo. Merk zo dat het een soort tijd kost om elkaar te wennen, om elkaar werkwijze te wennen. Dat het wel meer tijd kost, de repetities. Dus dat zullen we heel goed oppakken, motten. Hè? Maar er ben hele goede gedachten over om in verschillende groepen te repeteren en uiteindelijk de boel geer te vet zien. En dan uiteindelijk naar de première te werken. Het verhaal was kreeg verteld, dus die me heel erg denken om het boekenweekgeschenk van Arthur Japin.
Ja. Van vorig jaar. Die heette dat ik net de grote kleine wereld, of zo? Ja, dat heette ik zoek iets, ja. Ja, dat begon ik over een soort Lilliputter dwarp en zo. Maar dat heeft niks met elkaar te maken? Nee, het niks met elkaar te krijgen. Uiteindelijk zag ik wel een soort thematiek voor de voorstelling. En toen dacht ik van, was het heel gauw krijgen. Is dat ding van, wat leuk dat mensen met verstandelijke beperking in zo'n voorstelling spelen. Maar dan zit het volgens mij op een soort verkeerd gevoel. Want dan is het altijd van het zieligiet of zo. Van, ze kennen wel wat en wat knap. Maar eigenlijk, dan zit nevens mij het doel voorbij van die voorstelling. Dus dan moest denk ik aan de oorkant zitten gaan en denken van, misschien ben wij wel de meeste met de beperking. En zullen wij gewoon net helemaal goed. En hebben wij wel een compleet verkeerde verhaal. En daarom heb ik zo scherp omdraaid. Die kleine wereld, die circusdirecteur wie Leeds en elke nien mijn beperking past het daarin en elke oren in eigenlijk net. Is het maar Demai ik een heel actueel thema? Want we hadden natuurlijk nou een maatschappij waarin de polarisatie ik een thema is. Mensen die elkaar opzetten. Ja, dat heb ik wel wat bewust dienst van. Het liep het. Ik zou nou van dat er een heel soort groeperingen binnen. Wie wordt dat net? Nou, het is net, dat jouwt het jerk heel duidelijk aan. Op die manier werkt het een verhaal gewoon net. Want dan creëert een soort eigen verhaal in een verhaal. En dat botst natuurlijk altijd maar die oren verhalen weer. Dus er is denk ik maar in een verhaal en dat moest misschien al een dwan. En dat maakt het dit ook heel erg duidelijk. En op een gegeven moment, dat is de... De tweede erfgename, die krijgt het circus. Die grote giet de boel saboteren. Dat circus giet haast failliet. En die cirkel wordt ook trobrutsen. Een piste is roem. Maar de cirkel wordt trobrutsen. En de magie is voort. En op een gegeven moment komt de magie weer om. Uiteindelijk, totdat er weer in je benen wordt, die ik een groeibeperking heb. Wat voor professionele acteurs doen er aan mij? Nou, dat is dan net helemaal weer natuurlijk Klaasje Posma, ex-theater, King Sizzen, want die is stoppen bij theater. Docht in elk geval mooi. En we zijn dwaan om een Lilliputter acteur te contracteren. En er moet nog 12 acteurs zien. En daar ben je wel wat gesprekken over, maar dit is natuurlijk wie dat toch. Maar is het nog mogelijk als dit nou juist en... er was graag meidwan om die op te gaan. Ja, we zien een heel soort participatie. We hebben een website al, www.circusdekleinewereld.nl. We zien sowieso financiële participatie, maar we zien participatie van squal of van mensen die in de techniek meidwan willen, mensen die het maar spelen willen. Dus het moet een heel groot en rond project worden. Maar dat maai ik als Gimbe Heining haast. Oh ja, zeker, want een circusverhaal is natuurlijk, daar binnen een heel soort taken. En mensen die wij, die geen behinding hebben, die wij normaal vinden, die krijgen daar gewoon de klote klusjes. Dus, ik begreep het. Ja, dus als zin is dan klote klusjes, dan... Ik doe graag mij. Maar wel in een grutter verbond. Ik denk dat het hartstikke leuk wordt en dat ik heel leerzaam word van beide partijen. En het moet absoluut ook een hele grote uitstraling hebben. En wanneer is het? Nou, we beschikken het in 2009 te krijgen, maar we zijn nu in de ontwikkelfase, zeg maar. Hè. Het script wordt schreun, we beschikken financiën voor elkaar te krijgen. En dat is alleen nog te onwis om te zeggen dat het definitief in 2009 trokkeert, maar dat beschikken we en ons wordt het 2010. Nou, we bluwen het volgen, hartstikke leuk. Ja, mooi. Zorg eens op de website en bluwen het volgen inderdaad. circusdekleinewereld.nl, dat is het, hè? Dat is hem. Ja. Nou, een soort succes, Pieter Stellingwerf. Ja, en ik ben maar een helse te horen, ja. Dat begreep ik. Ziet zijn broers maar zitten erbij, en Boukje Wietsma zit erbij, en Richard Veldman, en nog een helse mensen van het bestuur, Koen Eekma en Henk Dijnen. Nou ja, neem maar op. Ja. Een helse hoort dus. Maar goed, Dobby is hier en hij heeft het goed verteld. Mooi. Bedankt en Jem, als je al een soort succes, en we jaren graag weg van je. Dank je.